De Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM is bezig nieuwe maatregelen in te voeren omtrent openstaande rekeningen. In gesprek met het Nationaal Informatieinstituut zegt Marciano Rodriguez, chef klantenservice, het volgende. Het innersbeleid van de SWM wordt vanaf eind april aangescherpt. Dat wil zeggen dat de klanten binnen 2 maanden hun waterrekening moeten voldoen. Het was eerder binnen 3 maanden. Dit beleid heeft de SWM, moet de SWM aanscherpen om zo de gemeenschap beter van dienst te zijn voor de dienst die wordt geleverd. Water natuurlijk, kostbaar drinkwater. En natuurlijk ook om andere gebieden die nog niet van water beschikken, ook van water te voorzien. Want uitbreiding, onderhoud, alles heeft te maken met financiën. Dus vanaf eind april moeten de mensen in plaats van binnen 3 maanden, binnen 2 maanden de rekening voorzien. Dat wil zeggen dat de gemeenschap, de klanten van de SWM, voorheen de rekeningen na 3 maanden konden betalen. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Ja, dus eigenlijk als iemand een dienst aan u geeft, moet u eigenlijk zo snel mogelijk betalen. Eigenlijk binnen 1 maand. En de SWM verdient geen geld erop, geen rente, als je binnen 3 maanden betaalt. En daardoor is er veel geld buiten die we nodig hebben om investeringen te plegen. Het was natuurlijk dan binnen 3 maanden. Na 3 maanden kan uw watertoevoer afgesloten worden. Maar het gaat nu binnen 2 maanden zijn. Maar natuurlijk willen we niet afsluiten, want dat heeft ook extra kosten om naar daar te rijden, om de klanten af te sluiten. Maar we moeten het beleid aanpassen om de gelden sneller binnen te krijgen. Als deze maatregelen per eind april ingaan, wil dat zeggen dat iedereen die nu een openstaande rekening heeft voor de maanden daarvoor, dat zij al meegenomen worden, of is het dan vanaf na april? De mensen die alles die openstaande rekening hebben, iedereen wordt dan meegenomen, ja. Iedereen wordt meegenomen met die openstaande rekening heeft voor april. Wat gebeurt er na 2 maanden als ik mijn openstaande rekening niet heb voldaan? Wat gebeurt er precies? Als u dus 2 maanden open heeft staan, krijgt u incassokosten, 55 SD, en u komt op de afsluitlijst. Dus ondanks het betalen van de afsluitkosten, is het zo dat ik gelijk kan worden afgesloten? Ja, dus als u 2 maanden of meer open heeft staan, komt op de afsluitlijst en dan moet u dan de incassokosten betalen en de openstaande rekeningen. Stel dat iemand het toch heeft gemist om zowel de openstaande rekening en zowel de incassokosten te betalen en de persoon wordt afgesloten. Wat is dan de procedure om zo'n aansluiting weer open te krijgen? De klant kan dan naar de kassa, betaalt dan de achterstallige rekeningen en incassokosten en dan wordt het dan weer opengesteld. Dezelfde dag of de volgende dag? De volgende ochtend. Meestal is het dezelfde middag, hoor, als u tijdig betaalt. Nu kondigt het bedrijf deze maatregel aan. Er is een bekendmaking geplaatst. Nu weten wij dus dat niet een ieder de gelegenheid heeft om de krant te kopen, om tegelijkertijd naar de radio te luisteren, vooral de districten. Wat gaat het bedrijf doen om deze nieuwe maatregel zo snel mogelijk duidelijk te maken aan de hele gemeenschap, zodat iedereen dat weet? Ja, de afdeling PR is belast met het bekendmaken hiervan. Het gaat natuurlijk op de radio, televisie en de kranten. Hebt u nog iets door te geven, te vermelden aan de gemeenschap voor wat het inningsbeleid betreft van de SWM? Ja, ik vraag de klanten om het niet zo ver te laten komen dat hun water toevoer wordt afgesloten. Water is kostbaar en kost heel veel geld om uit de grond te halen en tot naar hun huis te distribueren. En natuurlijk willen we met de geïnde gelden de investeringen doen om water naar alle gebieden te brengen. Hoe groot is het bestand van de SWM tot nu toe? Op dit moment hebben we ongeveer plus minus 130.000 aansluitingen.
Oké, en wat zijn de prognoses? Wat voor groei verwacht de SWM in de komende maanden? De bedoeling is om dus alle gebieden, ook in het binnenland, te voorzien van water. En we zijn misschien gegroeid tot dicht bij de 200.000 aansluitingen.